Doe je aan koud bellen, dan zou je doel altijd bij dat koud bellen zijn, bij die acquisitie, om een deal te sluiten. Je doel moet zijn, ik wil een deal sluiten. Dit is mijn product, dit is het, ik wil graag jouw geld en dan kan ik mijn product aan jou geven. Dat zou het eigenlijk heel zwart-wit en plat moeten zijn, die deal. Dit moet je dan ook in je achterhoofd houden, dat dit je deal is. De doel is die deal. Simpel. Lukt dat nou niet de eerste keer, dan ga je pas naar, kan ik meer informatie opsturen. Lukt dat ook niet, dat iemand daar meer om vraagt, kan ik een vervolgafspraak inplannen met misschien een collega of een andere eindverantwoordelijke. Lukt dat ook niet, dan moet je zorgen dat je dus de interesse hebt gewekt bij die persoon. En dat je echt een wow moment creëert, dat die persoon denkt, wow, ja, ik ben wel onder de indruk van je verhaal. Ik wil een vervolgafspraak of ik wil meer informatie. En lukt dat interesse ook niet, dan wil je gewoon waardevol zijn. Je gaat iemand niet opbellen met, hey, hoe is het weer daar en hoe is het met de kinderen? Nee, je wilt waardevol zijn. Hey, wist je dat we nu deze module tijdelijk, weet ik wat, in de aanbieding hebben? Met die module kan je bam, 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 bam. Wist je dat als je, hè? Trouwens, in jullie sector is het heel gebruikelijk dat je wilt waardevol zijn. En als laatste pas doe het om je pijplijn te vullen. Want je kunt iemand opbellen. Hoi, met Piet. Hey, nou, naam Piet. Hè, dat is het begin van je pijplijn. Contactgegevens, naam, direct nummer, persoonlijk mailadres. Dat ga je daarna pas vergaren. Maar als jouw intentie is om bedrijven op te bellen om die pijplijn te vullen. Ja, sorry, maar dan gaat het heel erg lang duren. Dan gaat het heel lang duren. Jouw doel moet altijd zijn om tot die deal te komen. En als dat niet in één keer lukt, wat natuurlijk heel vaak het geval is, laten we dat eventjes erbij zeggen. Het is heel vaak het geval dat die deal in één keer sluiten niet lukt. Dat is niet erg. Maar jouw doel moet dit wel zijn. En daarna pas, 1, deal. 2, meer info. 3, vervolgafspraak. 4, de interesse, de wow. 5, waardevol zijn. En 6, die pijplijn pas vullen. Dat is heel belangrijk. En op het moment dat je beseft dat die deal niet in één keer lukt, dan pas ga je afbouwen. En dat dat niet in één keer lukt, besef ik heel goed. Dat is ook heel logisch. Dat als je opbelt, hoi, ik heb dit product, kost 50 euro, wil je het hebben? Nee, snap ik. Snap ik. Ze hebben namelijk geen interesse. Ze hebben geen interesse. Hey, met Timo, wij verkopen software voor aanhangerbedrijven. Oh, nou, daar zijn we wel benieuwd naar. Meer info. Snap je? Ja, goeiedag met Timo. Ik verkoop software voor aanhangers. Oeh, daar ga ik niet over. Maar mijn collega wel. Vervolgafspraak in plannen. Hey, met Timo, we verkopen software voor aanhangers. Ja, we hebben geen interesse in hoor. We hebben al software. Oh. Wauw. Indruk maken. Interesse wekken. Snap je? Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Zorg dat dit in die volgorde wordt gedaan. En je zult merken dat je meer succesvolle deals binnenhaalt. Zie het zo. En dan stop ik ermee. Zie het zo. Je gaat naar de supermarkt niet om naar de pakken melk te kijken en om aan het brood te ruiken. Je gaat naar de supermarkt om dat pak melk te kopen en het brood te kopen en beleg. En dan ga je naar huis en dan kan je lunchen. Zie dat ook zo met het verkopen van je product of dienst. Je hebt een doel. Die boodschap, die wil je halen. Je wil dat brood halen, dat pak melk. Je wil het beleg halen. Lukt dat niet? Oh, ze hebben geen brood. Oh ja, nou, waar kan ik nog meer brood halen? Snap je? Ja, ja, wat doe je in de supermarkt? Ja, geen idee. Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik kom nog wel een keertje terug, want ik weet niet zo goed wat ik hier kom doen. Ging ik nou voor de lunch? Ging ik nou voor diner? Nee, ik weet het niet. Snap je? Het is onduidelijk. Wil ik wel naar die supermarkt, hè? Misschien heb je wel een voorkeur voor een supermarkt. Je zegt, maar ik wil naar die supermarkt. Ja, maar je wilt toch melk, brood en een beleg? Dat kan je overal halen, bij heel veel supermarkten. Nee, ik wil niet naar heel veel supermarkten. Ik wil naar specifiek die ene supermarkt. Snap je? En die supermarkt moet goed zijn. Je moet lekker brood hebben, je wil lekker beleg hebben. En je wil lekkere koude melk hebben die nog een beetje houdbaar is. Dat je niet na 2 dagen denkt, oh, ik moet 1,5 liter melk opgedronken hebben. Snap je? Je wilt een waardevol hebben, een waarde hebben. En die pijplijn vullen, je hebt zoveel supermarkten. Ja, je kunt wel naar een supermarkt toe gaan. Oh ja, leuk. Oh, brood. Ja, oké. Volgende. Hey, je bezoek brood. Melk. Oh, ook leuk. Snap je? Dat is hetgene waar het om gaat. Je wilt zorgen dat je hoofddoel duidelijk is. Je gaat boodschappen doen. Je wilt die deal sluiten. En dan pas zak je af. Doe er je voordeel mee. Wil je nou nog meer weten over sales en trainingen? Bezoek even mijn on-demand platform. Daar zit het rammetje vol met online trainingen. Voor sales, voor verkoop. Dat is hetzelfde. Ondernemingen, bedrijven, strategie kiezen. Nou, noem het allemaal op. Kijk even op het platform. En als je daar vragen over hebt, laat het me gewoon weten. En dan ga ik je zeker daar antwoorden op geven.